allemaal stippen tonen. Ja. De minister van Jeugd tekent stippen op de handen van de leerlingen. Dat is voor de stipitactie tegen pesten natuurlijk. Toen Nicolas voor het eerst op deze school kwam, werd hij 7 maanden lang gepest. En dat is niet oké. Elke dag kwamen ze bij elkaar, zaten tegen mij te schelden, zaten echt zo van die niet van die leuke woorden. Soms zaten ze mezelf te duwen op de grond, dat was echt niet leuk. Hallo, Donald en twee jongen. Wij hebben jullie boodschap goed ontvangen. Is dat goed? Ja. Op school hebben ze nu al enkele jaren een buddy-project en daardoor wordt er minder gepest. Buddygroepen, dat zijn eigenlijk groepen van 1e tot 6e leerjaar die samen op donderdag namiddag activiteiten doen. Zo kunnen kinderen elkaar meer leren kennen. Leerlingen proberen ook zelf ruzies op te lossen. Wanneer je gepest wordt, dan kan je dat aan iemand van het 6e leerjaar vertellen. Als er iemand gepest wordt, gaan wij daar eerst met die persoon mee praten om te zien wat er juist is gebeurd. En als het is opgelost of niet, kunnen we papiertjes schrijven en dan in de brievenbus steken. Op de speelplaats staat er een herstelhuisje. Als je ruzie hebt, dan kan je daar de ruzie uitpraten. Soms is het zo een ruzie van maar 5 minuutjes of zo en dan is het snel gedaan, dan is het snel en dan ga je terug samenspelen, maar soms is de ruzie nog niet opgelost en een dag nadien moeten ze dan nog eens naar het herstelhuisje of dan komen ze naar de kinderen van het 6e en proberen ze er daar nog eens mee uit te praten. Nicolas wordt ondertussen niet meer gepest en dat is dankzij het buddyproject. Ik vond dat wel cool. Dus door die buddygroepen, die mensen, de kruideniers zoals wij noemen, die zijn bij ons, die komen altijd bij mij en dan hebben we het zo samen opgelost eigenlijk ook. Trekvrienden. Hallo, de video heb je al bekeken? Dikke merci en nu de video nog liken. Ja, daar beneden zo. Ja, en hier vind je nog veel meer video's. Abonneer je snel op ons kanaal om niets van Karrewiet te missen.